Ze waren er niet meer geweest sinds de grote brand. Maar vandaag mochten bewoners van de beschadigde Nijmeegse flat even wat spulletjes pakken. Goedenavond. Huishoudelijke hulp, is dat voor rekening van de gemeente of niet? Twee inwoners van Montferland vinden van wel en ze zoeken steun bij de rechter. En kiepen. 100 dagen geen afval produceren. 100 gezinnen in de Achterhoek zijn op de goede weg. Ze moesten in paniek hun huis uit en alles achterlaten. De 94 bewoners van de seniorenflat in Nijmegen, waar afgelopen vrijdag brand woedde. Al dagen zitten ze zonder hun spullen, maar vandaag en morgen mogen ze heel even terug naar huis. Een uurtje onder begeleiding om hun belangrijkste spulletjes te halen. Emoties vandaag bij bewoners van het door brand beschadigde Nijmeegse seniorencomplex nadat ze vorige week, niet zelden via een hoogwerker van de brandweer, hun huis noodgedwongen moesten verlaten. Weliswaar hebben we alle brandresten opgeruimd, we hebben het veilig gemaakt, maar het roept wel direct, alleen die brandlucht al, roept direct herinneringen op natuurlijk. Voor de eerste keer na de brand zien de bewoners wat er van hun huis over is. En dat is wisselend, want er zijn mensen, ja, er zijn gevallen waar de deuren open zijn blijven staan. Nou, daar is de woning pik en pik zwart. Het andere is het heel weinig. Het ligt er ook een beetje aan, zit je dicht bij de brandhaard in die centrale hal, bij die centrale hal? Of zit je helemaal achteraan? Kort na de brand al zijn de broodnodige eerste spullen voor de mensen uit hun woningen gehaald. Prothesen, hoorapparaten. Denk aan kunstgebit, echt die kleine spullen hebben we in die ronde meegenomen. Meneer Lochtenberg heeft geluk. De woning van hem en zijn vrouw ziet er nog goed uit. En een lijst aan spullen kan voorlopig mee naar elders. Zo, nou goed, aan dat kleding en dingen, dat heeft mijn vrouw gedaan. Alles wat hier op staat, heb ik meegenomen. Geld voor de bingo? Ja, dan die bingo, dat bingo, dat geld voor de bingo. Ja, dat is allemaal mee. Dat is allemaal mee. Ja, ja, ja. En geld voor de schoolclub zie ik ook. Ja, de schoolclub. Kijk, dat zijn allemaal spullen die moeten mee. Die hebben we nodig. Ja, die OCD was. Goed, die hebben we uit mevrouw gekregen bij de verjaardag. Nou, hij doet het goed. Ik zei meenemen. Ja, de bewoners kunnen nog zeker 2 maanden niet definitief naar huis. En de schade die ze hebben opgelopen door de brand wordt door verzekeringsmaatschappij Interpolis geschat op miljoenen. 18 maart, dan mag u naar de stembus om de leden van Provinciale Staten te kiezen. En dat betekent dat de vergadering van Provinciale Staten, het bestuur van onze provincie, die op dit moment begint, de laatste is in de huidige samenstelling. Verslaggever Annemieke Schakelaar die is erbij. Ja, Annemieke, moeten er vandaag nog flinke knopen worden doorgehakt in die laatste vergadering? Ja, dit college wil echt nog wel een paar belangrijke besluiten nemen. Bijvoorbeeld over de doorkomst van wielerwedstrijden Giro d'Italia. Over een proef met een zelfrijdende auto. Aanleg van glasvezelnetwerk in de Achterhoek. Maar bijvoorbeeld ook over de glastuinbouw in de Bommelerwaard. De provincie wil die glastuinbouw concentreren in een paar gebieden. Om de leefbaarheid te verbeteren, om die glastuinbouw te versterken. En daar is heel veel protest tegen. Wij woonden hier heerlijk landelijk. Maar wij voelen ons nu net als een guppy in een aquarium. In een aquarium. Kan je er iets bij voorstellen? Het gaat niet zozeer om uitbreiden van glasareaal, maar een betere plek met elkaar zoeken voor het glas. Dus op sommige plekken glas weg. Maar als ik dan het woord in Zuilichem, daar komt een stukje glas bij. Wij zijn niet tegen tuinders, want die mogen wat mij betreft best hun brood verdienen. Ook grootschalig, maar dan wel op een industrieterrein. En niet in het mooie gebied wat hier achter mij ligt. Ja, er wordt al 20 jaar over dit onderwerp gediscussieerd. Dus het zou echt historisch zijn als deze vergadering, die nog tot morgen doorloopt, daar echt een besluit over zou nemen. Ja. Zijn er nog meer heikele kwesties? Oh ja, zeker wel. De regiotaxi, een outletcentrum in Zevenaar, dat levert vast heftige discussies op. Alleen zal waarschijnlijk deze groep daar hun besluit mee overnemen. Wat nog wel op de agenda staat, niet vanavond, maar morgen, is de windvisie. Gelderland moet windmolens neerzetten van het Rijk en de provincie. En een aantal politieke partijen hier vindt dat alleen mag met draagvlak van de gemeente. Nou, de minister zegt dat is in strijd met de wet. Dat wordt dus nog een lastige discussie.
discussie. En als laatste op de agenda gaat het college even kijken hoe hebben we het eigenlijk zelf gedaan. Een meerderheid hier in Provinciale Staten zal vastvinden dat ze het goed hebben gedaan, want het college heeft een meerderheid. En de vraag is of de kiezer op 18 maart dat ook vindt. Annemieke op het provinciehuis, dankjewel. Ja, morgen dus, dan praten Provinciale Staten nog uitgebreid over de komst van windmolens in onze provincie. En dat gebeurde gisteravond al in de Duitse Kranenburg. Honderden mensen, onder wie tientallen Gelderlanders, luisterden daar naar de plannen om 12 windmolens van 200 meter hoog te bouwen aan de zuidwestkant van het Rijkswald. En daar is veel verzet tegen, want de molens staan gepland op zo'n 300 meter van de Duits-Nederlandse grens. En ze zullen in Gelderland, met name in Groesbeek, goed te zien zijn. En niet alleen bewoners zijn tegen, ook de gemeente Groesbeek ziet ze niet zitten. En de gemeente hoopt nu dat de provincie de komst van de windmolens tegen kan houden. Moet de gemeente wel of niet huishoudelijke hulp betalen? Om die vraag draaide het vandaag tijdens een rechtszaak tegen de gemeente Montferland. Sinds 1 januari hebben verschillende gemeenten de huishoudelijke hulp stopgezet, waaronder dus de gemeente Montferland. En dit is volkomen tegen het zere been van twee inwoners van die gemeente. En als eerste in Gelderland hebben ze de gemeente daarom voor de rechter gesleept. Dit is de 82-jarige mevrouw Roes Berendsen uit Montferland. Zij moet, net als iedereen die gebruik wil maken van huishoudelijke hulp, de eerste 3 uur per week zelf betalen. Alleen voor schrijnende gevallen wordt de hulp nog vergoed. En juist daar gaat het mis volgens haar. Ik kan ook niet buiten die huishoudelijke hulp, want ik heb een allerlei klachten. Ik durf niet op een trapje te staan, ik durf niet te bukken, want ik heb 2 nieuwe knieën. Ja, en betalen gaat ook niet. De huishoudelijke hulp is veel meer dan het poetsen alleen. Het is gewoon het signaleren. Dat je moeder elke week hulp krijgt en dat het iets misgaat, dan krijg je gelijk bericht en dan kun je ingrijpen. De gemeente geeft ook gewoon toe, ook net tijdens de zitting, dat die mensen hulp nodig hebben. En ja, het is natuurlijk heel moeilijk om dan te begrijpen dat de gemeente vervolgens zegt, maar die hulp die geven we zelf niet. Deze zaak staat niet op zich. De eveneens 82-jarige Krunenberg kampt met verschillende gezondheidsklachten. Behalve persoonlijke verzorging kreeg hij ook huishoudelijke hulp. Samen met mevrouw Roes Berendsen maakt hij bezwaar en wil hij dat de situatie per geval beoordeeld wordt. Volgens de gemeente gebeurt dat nu al door middel van keukentafelgesprekken. Maar niet goed genoeg volgens de jurist. Maar de keukentafelgesprekken van de gemeente zijn inderdaad niet goed. In die zin dat het gewoon van tevoren al vaststaat wat de uitkomst is. Dus er wordt gewoon niet gekeken naar de medische achtergrond. En dat moet natuurlijk wel doorslaggevend zijn. Er zou een uitspraak kunnen zijn dat er recht bestaat op hulp. En dat de gemeente die hulp moet regelen. Ja, ik wil daar niet op vooruit lopen. Laten we het afwachten wat de uitspraak is. Afwachten nu? Alles afwachten tot 9 maart. Trouwen in een jurk die zo mooi is dat het een museumstuk is geweest. Dat kan en voor weinig, want in Arnhem is er een te koop. In een tweedehands winkel. Maar het is natuurlijk wel een eyecatcher, toch? Bij winkelcentrum De Bongert in Doetinchem is vanochtend een vrouw omgekomen. Ze werd aangereden door een vrachtwagenchauffeur die op het punt stond zijn lading te lossen. De bestuurder reed achteruit en zag het slachtoffer over het hoofd. Vanochtend werd er bij het Rijnstatenziekenhuis in Arnhem actie gevoerd. De vakbonden CNV, FNV, NU91 en FBZ eisen een nieuwe cao. De oude liep in maart vorig jaar af. Er is bijna een jaar onderhandeld over een nieuwe cao, maar de wensen van werknemers en werkgevers liggen nog steeds mijlenver uit elkaar. De bonden willen 3% loonsverhoging per jaar, terwijl de ziekenhuizen vasthouden aan een verhoging van 6,25%, verdeeld over 3 jaar. En ook op andere punten komen ze er niet uit. Scholing in deze tijd is heel belangrijk. Je moet zorgen dat personeel content blijft, zoals dat heet op deze arbeidsmarkt die heel erg in ontwikkeling is. Dat vraagt investeringen van medewerkers zelf, dat die opleidingen volgt. Maar we willen ook dat werkgevers dat faciliteren in tijd en geld. De bonden hebben nu een ultimatum gesteld. Via poortacties en andere soorten kleine prikacties informeren we nu de medewerkers. Nadat het ultimatum verstreken is, gaan we waarschijnlijk over op andere soorten acties, zoals werkonderbreking en mogelijk zondagsdiensten. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen heeft de bonden uitgenodigd om te praten over een eindvoorstel.
Er is paniek ontstaan onder hondenbezitters. Dierenkliniek Putten waarschuwt voor het parvovirus. Een gevaarlijk virus voor viervoeters. In Putten zijn al verschillende honden overleden. Het gaat om een virus dat bij gevoelige dieren hele ernstige diarree en braakklachten kan veroorzaken. Het beste is om de hond te vaccineren en stressvolle omstandigheden te vermijden. Slaan, schoppen en schelden. Het gebeurde allemaal te vaak in de voetbalkooi op het schoolplein van basisschool Het Palet in Doetinchem. De docenten van de school waren het geruzie zo zat dat de school nu start met een les over voetbal. Zo staan ze ineens voor de klas. Spelers van de Graafschap worden ingezet om kinderen te leren hoe je met elkaar omgaat op het voetbalveld. Maar dat demonstreren ze natuurlijk liever. Fair play, dat we dus eerlijk moeten spelen, dat we sportief met elkaar om moeten gaan. Nou, voor de wedstrijd hè, geven de aanvoerders altijd een handje aan elkaar, dus dat gaan we nou ook doen. Wat gaat er altijd mis hier in de voetbalkooi? Ja, soms ruzie. Schelden en schoppen en slaan. En fair play, wat houdt het in? Dat weet ik niet meer. Er moet vaker getrapt worden tegen de bal en niet tegen elkaar. Of dat lukt? En wat heb je geleerd vandaag? Het is leuk om te voetballen. Nou gaat het wel beter. Ja, het hebben de kinderen heel goed opgepakt en ik zag zelf zo dat er wat kinderen op de grond vielen en dat ze elkaar overeind hielpen. Dat was heel goed om te zien. Ik denk dat het een heel leuke activiteit was voor ons en ook voor de kinderen. Lukt het 100 gezinnen om 100 dagen lang 100% afvalvrij te leven? Dat is de grote uitdaging van het afvalscheidingsproject van Rova. Het afvalbedrijf, actief in onder meer de Achterhoek, wil consumenten stimuleren om minder restafval te produceren. En halverwege het traject lijkt dat aardig te lukken. Geen probleem. Marion van Otten uit Winterswijk is een van de 100 deelnemers aan het project. En de eerste 50 dagen zitten er inmiddels op. Hoe gaat het tot nu toe? Het gaat eigenlijk best wel goed, merk ik. We zijn er wel actief mee bezig. En we merken ook wel een verschil van voor, zeg maar, 1 januari en na 1 januari. En het verschil zit hem dan met name in dat we hier in de keuken het afval al beter scheiden. En dat levert vooral veel minder restafval op. We hebben de container begin januari aan straat gezet. En dat was dus eigenlijk nog het afval van december. En hij is afgelopen maandag aan straat geweest. En er zat dus 6 weken tussen. Terwijl we normaal gesproken de grijze container elke 2 weken aan straat hadden. En zat hij ook eigenlijk bijna vol. En dat geldt volgens afvalbedrijf Rova voor de meeste deelnemers aan het project. Qua resultaten kunnen we zien dat de 100-100 groep al de helft minder afval produceert dan zegt de groep in Nederland, dus het gemiddelde. En qua restafval is het zo dat ze 1/5 minder produceren. Als je dat naar jaar omrekent is het zo dat deze groep 44 kilo per persoon per jaar aan restafval produceert. En in heel Nederland is dat nog 210 kilo. Toch lopen veel deelnemers ook tegen problemen aan. Zoals Erik Meerveld uit Lichtenvoorde. Volgens hem zijn veel verpakkingen moeilijk te scheiden. Zo'n verpakking van Chocomel, zuivelverpakkingen, zouden eigenlijk dus aangeboden mogen worden voor bij plastic, bij het kunststofafval. Maar omdat hier dus aan de binnenkant een heel dun laagje aluminium zit, onder een laagje plastic, valt dit dus waarschijnlijk wel bij, moet dit dus wel bij het restafval. En dit probleem geldt voor veel meer verpakkingen. Bijvoorbeeld die van koffie en chips. En daar valt volgens Rova nog veel winst te halen. Ik denk dat het niet zo moeilijk is, met alle respect voor producenten. Maar handel is handel, zeggen we dan. En als de consument het anders zou willen, dan weet ik zeker dat de producent het ook anders gaat doen. Maar er zijn dus maar weinig voedselproducenten die duurzame verpakkingen gebruiken. Een uitzondering is Rondeeleieren in Ewijk. Zij gebruiken recyclebare doosjes, gemaakt door een bedrijf in Barneveld. Wij maken namelijk al een hele tijd biobased en composteerbare, met papier recyclebare verpakkingen van zetmeel. Dit zijn voorbeelden van verpakkingen. Die worden gemaakt uit aardappelzetmeel en vezels. We bakken ze in de matrijs. En op het moment dat deze binnen staan, blijven ze even goed. Op het moment dat ze buiten op de composthoop liggen, vergaan ze of worden ze hergebruikt als oud papier. Maar veel producenten durven de stap naar duurzaam verpakken blijkbaar nog niet aan. De onbekendheid speelt daarbij een belangrijke rol. Toch is het volgens deskundigen een kwestie van tijd dat duurzaam verpakken normaal wordt.
Het project 100-100-100 kan een belangrijke rol spelen om veranderingen in de verpakkingsindustrie en de afvalsector tot stand te brengen. De Nederlandse Vereniging voor Afvalmanagement, een belangrijk adviesorgaan in de afvalbranche, volgt het project dan ook met veel interesse. Het is een heel interessant traject voor de afvalsector. De ambitie om met 100 huishoudens 100 dagen 100% afvalvrij te zijn, is natuurlijk een ambitie die heel aansprekend is. Het gebeurt ook in een verzorgingsgebied waar men al veel afval scheidt voor recycling. Dus nog een stap erop zou heel mooi zijn. En de tussenresultaten zien er goed uit. De deelnemers zijn in ieder geval al veel bewuster bezig met afval. Ook de kinderen, hoe jong ook, krijgen het nu met de paplepel ingegoten. Ze kennen de kleuren van de verschillende bakken. En ze vinden het ook leuk om daarmee mee te helpen. Dus als ze een stapeltje oud papier hebben, nou, dat doen ze in de blauwe bak. Ja, goed. Ja. Ja, de deelnemers hebben dus nog 50 dagen te gaan. En als het aan Rova ligt, dan krijgt het project in ieder geval een vervolg. Het is en blijft toch de grote droom van veel vrouwen. In een adembenemende jurk stralen op je trouwdag. Dus, toekomstige bruidjes, opgelet. Voor een prikkie kan er in een tweedehandswinkel, Vindcentrum in Arnhem, een heel bijzondere jurk worden gekocht. Een jurk die jarenlang tentoongesteld is in het Openluchtmuseum in Arnhem. Nu heb ik hem los, maar... Gaat het een beetje? Nou, moeizaam. Waarom staat ze zo schoon? Ja, het kost enige moeite, maar dan heb je natuurlijk wel een heel bijzondere jurk te verkopen. Deze hing vanaf 2000 bij Holland Rama. Holland Rama wordt ontmanteld. En wij mochten als personeel één keer komen om wat dingen uit te zoeken. En we zeiden, nou, we nemen hem mee. En we gaan hem hier proberen te verkopen. Het is natuurlijk wel een eye-catcher, toch? Zeker. Het Holland Rama was een tentoonstelling van het Openluchtmuseum. De toeschouwer keek daar bij de Nederlander naar binnen. Alle facetten van het leven werden behandeld, waaronder dus ook trouwen. De jurk was geen echt museumstuk, maar een requisiet. En daarom mocht hij naar het Vindcentrum in Arnhem. Het is een winkel waar mensen spullen kunnen brengen. En alle opbrengsten die gaan naar allerlei kleine goede doelen. Maar wat moet die prachtige jurk dan kosten? Ja, spotgoedkoop, 30 euro. Ja, maar er zijn nog geen liefhebbers geweest. Niet iedereen heeft zo'n smal middeltje, ja, ik weet het niet. Het is een beetje een taart, hè? Ja, ik zou hem niet willen. Ik hou meer van wat soberder. Hij is er dus nog, dus bruiden, sla uw slag. Ja, en dan het weer. We horen het van Renier van den Berg. Ook vandaag liet de zon zich af en toe zien, maar er waren ook dreigende buienluchten. Vooral 's middags vielen er plaatselijk weer een paar pittige buien in Gelderland. Wisselvallig weer zien we ook wel terug op de satellietbeelden. Het is een komen en gaan van storingen vanuit een westelijke richting. Gebieden met buien die afgewisseld worden door opklaringen. Nu is het even de beurt aan bredere opklaringen vanuit het westen, maar daarachter ligt alweer een volgende storing voor ons klaar. Vandaag zagen we ook die buien in Gelderland, maar in de middag was het aan zee al helemaal opgeklaard. En die opklaringen trekken vanavond ook over Gelderland. Sterker nog, vanavond en vannacht is het een tijd lang overwegend helder. Afnemende wind en temperaturen die dalen tot rond of zelfs tot iets onder het vriespunt. Plekken die niet gestrooid worden, kunnen plaatselijk ook even glad worden. En dan morgen in de ochtend vanuit het zuidwesten al snel de toename van bewolking. Er volgt een gebied met buien, met regen. Het is zelfs zo dat de regen plaatselijk even vergezeld kan gaan van natte sneeuw. Met name hogerop in de Veluwe of in de Achterhoek. Al met al een tamelijk grijs weertype op de woensdag. Opklaringen komen waarschijnlijk pas in de avond. Dus tegen de avond mogelijk een aantal opklaringen. In de vroege ochtend een laatste opklaring in de Achterhoek. Een verre periode met regen. Lokaal even natte sneeuw. 5 tot 7 graden uiteindelijk in de middag bij een matige zuidwestenwind. Donderdag in de middag van het westen uit regen. De dagen daarna wat droger. Af en toe zon. Temperaturen stijgend tot een graad of 9. En dit was Gelderland vandaag. En daarin zag u onder meer dat de bewoners van de door brand vernielde seniorenflat in Nijmegen voor het eerst sinds 3 dagen weer even hun huis in mochten om wat spulletjes te halen. En vanavond is er in Nijmegen een stille tocht voor Mariska Peters. Haar lichaam werd zondagochtend door speurhonden in de Havertse Venne gevonden. En vanavond wordt ze herdacht door haar vrienden.
Kijkt u voor het verslag op onze site gld.nl. Ik wens u nog een fijne avond.